Ook het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft testen gedaan, maar dan van het rivierwater rondom Stong Eiland in het district Brokopondo. Minister Marciano Dassai zei vanmorgen aan journalisten dat de testen vanuit het ministerie wel cyanidevervuiling hebben aangetroffen. Dit staat dus in contrast met de testen vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen die resulteren in veilig drinkwater. Minister Dassai zei dat het verschil met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is dat die op verschillende locaties heeft getest. Wat we dus hebben gedaan is, naar aanleiding van berichten, naar aanleiding van een informatie van de lokale bewoners, dat er een boot met cyanide lading is gezonken, zijn we op onderzoek gegaan. En bleek uit onderzoek, dat hebben we dus gedaan in het gebied nabij Stong Eiland, dat is Tubukumau. We hebben daar 3 samples laten trekken door het OGS en bleek dat 2 van de 3 samples is vervuild met cyanide. Op basis daarvan hebben we dus gezegd van dat is geen goed nieuws. Er is dan een verbod op gebruik van cyanide aangekondigd. Ja, dat is het. Feit is wel dat het drinkwater voor de bewoners de Bronsweg wordt onttrokken uit het Afobakka Stuwmeer, waar het na een filteringsproces in de huizen van de bewoners komt. De bewindsman geeft verder aan dat het ministerie in nauw contact is met de polyklinieken van de medische zending van dat gebied en dat zij tot vanmorgen geen enkele gevallen van ziekte door cyanidevergiftiging binnen hebben gehad. U moet begrijpen, wij willen natuurlijk alles onderzoeken, maar dan moeten we ook de informatie krijgen. Als er mensen ziek zijn geweest, geef het door aan de mensen van de medische zending. Dat gaan we onderzoeken, maar als het niet door wordt gegeven aan de juiste mensen, zodat we kunnen natrekken, dan is het moeilijk om na te trekken als het inderdaad zo is. Dus u zegt, de burgerafdeling, mensen maken het op of ze jokken? Nou, wij hebben aangeboden om te onderzoeken en als ze niet willen doorgeven waar het precies is, hoe het precies is, dan is het moeilijk om te zeggen dat het waar is. Volgens minister Dassai is de SWM dagelijks bezig het drinkwater te testen. Dat gebeurt al vanaf 4 mei. De bewindsman drukt de mensen op het hart dat mocht iemand zich niet goed voelen als gevolg van water dat ze hebben gedronken, zij dat kunnen doorgeven aan de medische zending.